Ja, mijn carrière is zeg maar een aaneenschakeling van, hoe zeg je dat? Niche, dus moeilijke momenten, zeg maar. Ik heb een goede neus voor avant-garde waar niemand op zit te wachten. En dus dat leidt ertoe dat je eerst autobiografische strips maakt voordat de graphic novel eigenlijk groot wordt. En nou, Soppo was ook een lo-fi project in Nederland, wat natuurlijk ook lastig is. En instrumentenbouw is een niche. Dus eigenlijk gaandeweg elke keer hop ik ergens naartoe waar net even geen vraag naar is. Dus, maar dat houdt het voor het kunstenaarsvak wel erg interessant. Je werkt vooral met onorthodoxe instrumenten, zeg maar dan. Onder andere een bepaald merk cola of zo, toch? Ja, ik ben niet alleen dat merk cola, maar ik doe eigenlijk alle cola in de wereld. Dus ik ben niet heel selectief met cola. Maar nee, even voor de luisteraars, voor de kijkers. Ik maak inderdaad, een van mijn instrumenten zijn inderdaad petflessen. En of het nou Fanta is, of het is Sisi, of het is 7-Up, dat maakt allemaal niet uit. Zolang er maar koolzuur in zit. En daar drum ik op. En ja, dat is zeg maar mijn drummer. Dus dat loop ik dan en dergelijke. Verschillen je workshop van je optreden? Dat is bij mij altijd een beetje. Ik ben. Omdat het zo'n lastige markt is, zeg maar. Als je in de kunst zit of in de avant-garde zit, ben ik eigenlijk altijd op zoek naar een business model. In hoeverre dat mogelijk is. En daaruit kwam voort van in eerste instantie dat je instrumenten gaat verkopen. Dat lijkt de meest logische stap. En dan ga je voor grote bands proberen dat te werken, omdat je dan meer publiciteit krijgt. En al snel bleek dat helemaal niet werkte, omdat je veel te veel uren stopt in de productie. En dan ja, ben je voor 5 euro per uur bezig, bij wijze van spreken. Anders wordt het instrumenten duur. Dus toen kwam er toevallig de oplossing van de workshops. En bij de workshops heb je natuurlijk 30 handen, als je 15 deelnemers hebt. Waardoor de arbeid zich beter verdeelt over het aantal uren, laat ik het zo zeggen. Dus dat was puur een noodgedwongen keuze en daardoor ontdekte ik eigenlijk dat ik best een heel sociaal persoon ben, zolang de mensen waar ik mee ben heel leuk zijn. En in workshops, dat is een fantastische vriendschapsfilter, daar komen precies de mensen op af die ik wil ontmoeten en die mij willen ontmoeten. En daar, ja, dus ik heb enorm veel ontdekt, zeg maar, door het workshops geven, dat er dus heel veel leuke mensen zijn in de wereld en dat het ook heel erg een nobel werk is als je een leraar bent. Ja. Daar had ik ervoor nooit over nagedacht. Maar goed, wat ik zeg, dat is dus een puur pragmatische keuze geweest dat ik daarin rolde. Ja. En door die workshops faciliteerde mij, zeg maar, om te stoppen met mijn grafische werk. Ik deed grafische vormgeving voor uitgeverijen naast het stripwerk. Ja. En ik ging dus fulltime workshoppen. En omdat ik vind muziek maken leuk en ik vind ook liedjes maken leuk en dat soort dingen. Dus de definitie van liedje is rekbaar. Zo toegankelijk mogelijk muziek te maken. En dat doe ik omdat ik werk met onmogelijke instrumenten. Of met moeilijk klinkende instrumenten. Of met lastig bespeelbare instrumenten. Dat is, kijk, een piano deed ze 400 jaar over. En een gitaar. En ik heb maar iets van 80 jaar voor in mijn leven zitten. Hopelijk. Dus ik moet zorgen ik kan dat niet zo goed ontwikkelen. Een aantal dingen kunnen gewoon heel goed speelbaar zijn. Maar het is wel beperkt. En dus als je een gek instrument hebt met één snaar die van 10 meter lang is, ja, probeer daar maar eens een liedje op te maken. Ja. Dat is echt wel moeilijk. Als je zelf gaat maken, dan wordt het nooit een Spaanse gitaar of een piano of een viool. Het wordt iets anders.
Niet als gebouw, nee. Nee, dus wat je dan maakt, al is het gemaakt van afvalhout en een pellet en het snaren erop, dat zal altijd anders klinken dan elk instrument. Dat zorgt ervoor dat je al vrij snel de muziek die je daarmee gaat maken, dat die ook anders klinkt. Dus dat is een voordeel, zeg maar, van de chaos die je hebt. Dat is meer over de muzikale output van dat instrument. Om zelf een nieuw instrument te maken, zeg maar, wat echt wezenlijk nieuw is. Want de snaar op een pelletspan is niet een nieuw instrument. Dat is gewoon een vrij instrument. Ik weet niet, ja, het is mij een aantal keren gelukt. Ik heb nog nooit iemand met kolenflessen zien spelen. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden van dingen die ik heb gedaan die ik niet eerder heb gezien. En vaak zijn er ook wel dingen die in de school staan. Dus de lange snaren waar ik veel mee speel, dat is iets waar Errol Fulman al mee bezig was in de jaren 80. En Paul Panhuizen en er zijn veel andere geluidsinstallatiekunstenaars. Maar ik ben dan degene die daar bijvoorbeeld een mobiel systeem van heeft gemaakt. Dus dat het op twee tafels te spannen is. En dus ik ben zeg maar een klein schakeltje in de evolutie van de lange snaren. Ja. Dus het is niet zozeer nieuw, maar wel een kleine, die improvement is wel degelijk nieuw. Nou ja, misschien dat je wat met je koffiekop kan doen. Ja, nou ja, als je me... Nou, ik weet niet of hij is niet warm genoeg. Anders kun je... Ik kan hem roeren met een vies staafje. Anders kon ik je hot chocolate effect laten horen. Is dat wel gehoord? Nou, wij gaan aan de cola zo, geloof ik. Ken je het hot chocolate effect of niet? Oh, ja. Ga je roeren, en als je dan op de bodem tikt, dan gaat de toon omhoog. Misschien ook uitproberen. Nog even terug naar je stripboek. Dat gaat onder andere over Nirvana. Wat ik eigenlijk doe in het boek, is ik begin bij het moment nu. Dus ik benoem even corona kort. Van nou, dit is wat er gaande is en dat het een... wat ik dan noem een tijdsgevricht is. Ik denk dat iedereen daar al over uit is inmiddels. Dat inderdaad 9-11 of corona of de val van de muur is er ook zo eentje. En zo zijn er een aantal van die momenten in de tijdlijn die zorgen voor een bepaalde omwenteling in het zeitgeist. En hoe de wereld gevormd wordt. En als ik daar dan aan denk, dan kom ik eigenlijk bij mij uit. Omdat ik weer van 73, dan is voor mij de eerste waar dat gebeurt is de val van de muur. In 89 en twee jaar later in 91 als de Koude Oorlog afgesloten wordt door Bush en Gorbachev. En dat is voor mij dat kledinghangertje, dat hou ik aan als kapstokje voor het verhaal. Maar 91 is voor mij ook het cruciale jaar waarin ik zeg maar van tiener omsla naar adolescent. Dus ik word volwassen, zeg maar. Ik ben natuurlijk nog niet direct volwassen, maar het is wel het jaar waarin ik van Guns N' Roses en Van Halen overspring naar Sonic Youth en naar Nirvana. Ja. En in de strip zie ik het ook. Ik was avonturenstrips aan het lezen en ik zie ineens dat ik het Möbius en Tarly ga herkennen als nieuwe goden. Dus daarom heb ik 91 gekozen als uitgangspunt voor dat stripboek. Van, nou, dat is het jaar waarin ik cultureel bewustzijn aanleg. Dat zich dat bij mij manifesteert. Dus Nirvana is inderdaad een... hoewel ik het niet... Het is in de popmuziek natuurlijk een zeer grote factor. Maar ik vind het eigenlijk zo'n veel relevanter. Maar die heb ik ook ontdekt door Nirvana. Eigenlijk in dezelfde maand dat Smells Like Teen Spirit uitkwam. Was het optreden in Paradiso. Ja. En daarin benoemen zij Dungeon Junior en Sonic Youth en Pavement en dat soort dingen. Nou, vertel je over hoe jij die bands ben gaan ontdekken, maar hoe zij jou gaan ontdekken en de dingen die jij maakt en doet. Sonic Youth in dit specifieke geval bedoel je? Ja, die heb ik gewoon gemaild hoor. Dus dat is echt een heel simpel, stom verhaal. Maar in 2006 had ik iets voor de band Liars gemaakt. Daar was ik erg fan van op dat moment. En ik wist dat Liars in het voorprogramma speelde van Sonic Youth.
Dus toen heb ik na die opdracht met Liars heb ik Sonic Youth op hun website stond gewoon een e-mailadres. En ik kon ze gewoon mailen en ik kreeg eigenlijk binnen een uur een reactie. Dus dat was een wondertje, zeg maar, dat het zo makkelijk ging. Hmm. En vanaf toen rolde het eigenlijk. Met Lionel heb ik eigenlijk altijd goed contact gehad en dat blijft ook groeien nog. En, dat is hoe het is gaan. Het is door Sonic Youth, zeg maar, dat ik eigenlijk beroemd ben geworden. Niet beroemd, maar dat ik bekend ben geworden bij een bepaalde groep mensen. Hey, bedankt en succes verder. Ja, oké. Okay. Hey, zo, ja. Hoi.